Die winner van Via Kanaal 147 en Apprentices SA's realiteitsprogram Sterstatus is op 10 Augustus 2019 aangekondig tijdens een glansrijke rooi tapijt geleentheid bij die Atterbury Theater in Pretoria. Alhoewel die reeks nog op TV uitgesaai word, was Jeanette Jacobs, een gezondheids- en verkoopsbestuurder van Pretoria, ambtelijk gekroon als die eerste winner van hierdie wonderlijke vrouwenbemachtigingsproject. Sy neem ook die leisels oor bij Lorey Delport, winner van Apprentices SA 2018, wat ook die aanbieder van hierdie program was. Volgens Tarien Cronier, stichterslid en uitvoerende directeur van die Apprentices SA, wat reeds sedert 2014 vrouwen bemachtig, is die doel van hierdie reeks om jong meisies een geleentheid te gee om hulle kollig drome te bewaarheid en kijkers deel te maak van die opwindende pad wat elke deelnemer stap. Meisies wat help, my hart is meisies, my hart is jong vrouwens, en vooral om die mooi weer uit hulle uit te bring, om die selfvertrouwe weer in te bou, want waar is hulle die meisies die story en hulle sal het op TV sien? So, waar hulle down and out was, waar hulle op die platform gekom het en waar ons hulle kon confidence gee om net hulle self te wees en net weer te glo hulle they are enough. En ek denk, dis is my lekker, dis is my lekker om dit te sien. This is an amazing platform, so not gonna get it easily anywhere else. Definitely, die contestants is rarig amazing en is my so ongelooflik wat jong vrouwen hulle is weet en hoe hulle hulle gementor het. Ons is baie, baie impressed geweest met die judging. Kijk, allemaal het enorme groei getoon en ek wil ook sê dat ek denk hulle baie groot voete om vol te maak door hy het een fantastische werk te doen. Nie dat die meisie sleg is, nie gelaat nie. Ek sien baie uit om te sien wat hulle met die platform verder doen. En ja, soos Amarie sê, daar is soveel sterkers van hulle en ek kruis alles wat kan kruis. Sterstatus word elke maandag om 6 uur op Via uitgesaai. Moenie enige van hierdie 12 finalistes 'n ongelooflike kollig reis misloop nie.